Hey, hallo. Oké, dat was een heel droge intro. Maar ik ben even buiten. Ik ben op een heel mooi plekje. Ik zal het wel even filmen. Kijk, het is allemaal mooie eendjes en een mooie fontein. Het is werkelijk waar echt helemaal fantastisch en zo. En ik dacht, ik ga even weer wat aan jullie vertellen over voetbal. En waarom over voetbal? Misschien kan je het al zien. Ik heb een Ajax shirt aan. En niet meteen boe als je niet voor Ajax bent. Of juist van goed zo Enzo, je bent voor Ajax. Want ik ben helemaal niet voor Ajax. Toen ik klein was, was ik voor Ajax. Toen ik klein was, was ik echt helemaal into de voetbal. En ik vond deze terug in de verhuisdoos van Milan. En ik vond hem terug. En ik ga even anders zitten trouwens. Ik vond hem terug. En ik zei tegen Milan, oh fucking vet, dat is mijn shirt. Die heb ik gekregen van mijn voetbaltrainer toen ik klein was. En dat was toen voor mij echt XXL en nu pas ik hem echt gewoon precies. Dus het is echt heel grappig dat ik hem nu weer terug heb gevonden. En het voelt fijn om hem aan te hebben. Het is weer een beetje de voetbaljeugd. Want Milan en ik hebben altijd op voetbal gezeten, van echt kleins af aan al. En het was altijd op Achilles 1894. En dat is in Assen waar ik woon. Daar zijn we begonnen met voetbal. Milan en ik hebben ook bijna 5 jaar in Den Haag gewoond, voor de mensen die het niet weten. Daar hebben we ook op voetbal gezeten. En toen ging het anders met voetbal met mij. Want in Den Haag zijn veel meer scouts en veel meer belangrijke mensen komen kijken bij voetbalwedstrijden als je goed bezig bent. En ik zat destijds zat ik in de D2, ik was keeper. Ik wist nooit wat ik wou worden toen ik klein was. Ik was altijd keeper of voetballer. En één iemand die zat ook te twijfelen van, vind ik nou voetbal of vind ik nou keeper leuker? Dus hadden we een duel afgesproken met die trainer en die ouders en mijn ouders en hem en mij en bla bla. Ik weet nog dat die Ferdi heet. En die voetbalt als het goed is nu nog steeds en die voetbalt echt hoog ook. En hadden we iets afgesproken dat de ene helft keepte hij en voetbalde ik. En de andere helft andersom. En zo deden we dat altijd heel erg lang. Wow, holy shit. En toen op een gegeven moment naar Den Haag ging, toen had ik dus besloten dat ik keeper wou worden. En toen kwam ik in de D2 terecht. En in D1 was net een nieuwe keeper en die was van Den Haag afgekomen. En die hadden dus die club waar ik speelde, had die dus gescout. En nou, het ging allemaal leuk en aardig. Alleen ze zagen talent in mij en in plaats van D2 deed ik een keer met D1 mee. En die mensen die daar in D1 zaten, die vonden dat, ik denk 90% vond het niet leuk. Die mocht mij helemaal niet. Het was een jongen uit het noorden. En ik praatte hun accent helemaal niet. Van, hey, broodje, en dat soort shit. Hun praatten allemaal heel haars. En ik, hey, moest kijken, mijn jongen, die kan goed voetballen, jongen. Oh, verdomme, mooi man. Nou ja, dan als je zo'n jongetje daar in zo'n Haags voetbalteam zet in D1. En jij wilt ook nog de plaats innemen van iemand die net van ADO Den Haag komt. Dan ben je daar niet echt welkom. Dus ik voelde mij daar ook niet welkom. En alleen mijn moeder die zei van, kom op Enzo, je hebt talent, doe het gewoon. En nou, ik kreeg er wel steun van natuurlijk. Dus ik heb het maar gewoon gedaan. En ik ben vaak naar de trainingen geweest. En uiteindelijk hebben ze besloten dat die keeper die net van Den Haag kwam in D1. Dat hij naar D2 ging. En ik naar D1. Dus dat we wisselden. En toen werd 70% mocht maar niet, 30% wel. Ik denk door mijn humor dat die 20% zich aansloot bij de 10% die mij wel mochten. Geen idee, ik zat altijd maar te kloten en probeerde altijd maar een beetje humor erin te gooien. Maar daar schijn ik af en toe nog wel goed in te zijn. En ja, zo heb ik dat een beetje gedaan. En toen uiteindelijk toen mochten steeds meer mensen mij. En ja, ik ben gewoon mezelf gebleven en ik denk gewoon van fuck it. Ik vind het keeper leuk, dat groepje mag mij, dus met dat groepje ga ik om en die andere trek ik gewoon niks van aan. En het ging heel goed. We kwamen steeds hoger op. We kwamen in de eerste selectie van D1 was dat. En de voetbalclub waar we voetbalden was GDA, noemden ze dat. En dat staat voor twee dingen. God doet alles. En voor het tweede ding, gekke dolle apen. Althans, dat waren de twee woorden die voorbij kwamen. Die ze hadden bedacht daar. Dus en dat weet ik nog steeds. Alleen, het ging echt heel goed. En we gingen op een gegeven moment tegen ADO Den Haag zelf spelen. En we kwamen echt op het veld van, ja, hey, weet je, GDA, voetballen wij bij. En
ja, we zijn er nu zo hoog opgekomen en we staan zo goed in de competitie, bla bla. En we kwamen allemaal tegen echt hele kleine jongetjes kwamen wij te voetballen. En wij dachten van, wat is dit nou? Wij zijn allemaal 1,70 meter, hun allemaal 1,50 meter. Is dit ons tegenstand, weet je wel? En het was de D2 van ADO Den Haag, dat weet ik nog wel. En wij waren D1 eerste selectie. Dus wij dachten, dit redden we wel. Nou, uiteindelijk hebben we gelijk gespeeld 1-1. En waarom? Dit is niet normaal, maar al die gozertjes van ADO Den Haag toen de tijd, en dat is dus, weet ik veel, 6 jaar geleden of zo, die waren zo behendig en zo snel. En ze waren alweer weg, echt met die beentjes zo heen en weer. Echt niet normaal. Daarna hebben we nog tegen fucking Feyenoord gespeeld, we hebben nog tegen Ajax gespeeld. Fucking vet, ik heb echt heel wat meegemaakt, het was echt super gaaf. Totdat. En ik vertel dit ook omdat jullie hebben gezien dat ik eerst altijd skateboardde en dat Milan en ik daar nu weer een beetje mee bezig zijn. Totdat ik een zwaar gekneusd scheenbeenvlies kreeg. En dat kreeg ik onder de training. En ik zat in, het is echt heel triest. En ik heb er nog, elke keer als ik erover praat over voetbal, dan raakt het me weer. Want ik heb gewoon altijd zoveel met voetbal gehad. En ik vind het nog steeds superleuk om te doen. Kijken is ten tweede. Kijken vind ik niet echt van holla die jij. Wel het Nederlands elftal, die steun ik altijd natuurlijk. Maar het voetballen zelf. Ja, het is prachtig. Ik vond het altijd vet mooi om te doen. En ik schep niet op of wat dan ook. Maar ik kon het ook gewoon. En ja, toen kreeg ik dus zwaar gekneusd scheenbeenvlies onder de training. Het was gewoon een normale training. Ik stond in het goal. En er kwam een gozer op me af. En ik weet nog dat het een gozer was die me absoluut niet mocht. En ik kwam uit. En als keeper zijnde moet je gewoon heel fel zijn. En je moet gewoon erop durven te gaan. En in één keer boom. Dus als die bal naar je toe komt en jij rent eruit. Want dat waren we aan het oefenen. Dat ik uit kwam rennen. En dat ik de bal bij iemand weg vandaan moest halen. Dus ik rende uit mijn goal en ik kwam op hem af. En ik maakte zo'n sliding zo opzij. En ik pak zo die bal. Maar hij bedacht zich niet en hij blijft gewoon uithalen. Dus hij slingert die been helemaal van achter naar voren. Bam, keihard op mijn scheenbeen. En ik jank als een motherfucker, niet normaal. Ik op dat veld liggen en het ergste was de trainer die deed gewoon niks. Ik heb mezelf gesleept naar de zijkant. Het was echt absurd gewoon. Het was echt heel raar hoe dat allemaal ging. En ja, toen schreeuwen en janken en weet ik veel wat. En ik kwam in het ziekenhuis. En eerst kwam ik nog thuis en toen heb ik nog gedoucht en zoveel pijn en mijn moeder, Enzo, weet je wel zeker dat er wat is? Weet je wel zeker dat doet mijn moeder altijd. Enzo, weet je het wel zeker? Straks gaan we in het ziekenhuis en dan heb je niks. Ik zeg, mam, ik zit fucking hard te huilen en shit, ik heb zoveel pijn. Ik weet wel zeker dat er wat is, ja. Ja, maar het is niet gebroken. Nou, we gaan fucking heen. Dus wij naar het ziekenhuis gaan, bleek dus dat ik een zwaar gekneusde scheenbeenvlies heb. En ik weet niet of jullie het weten, maar gebroken doet pijn. Maar zwaar gekneusd is altijd pijnlijker. Vooral je scheenbeenvlies. Het is echt niet normaal hoeveel pijn dat deed. Oftewel, ik ging weer naar D2. En die gast van ADO Den Haag, die ging weer naar D1. En toen ging ik revalideren. Ik heb 6 weken op de bank gelegen. En daarna revalideren, als ik het goed zeg. En dat houdt in voor de mensen die niet weten dat je weer gaat herstellen. En dat je weer probeert... Probeert weer in de conditie te komen, of in de, weet ik veel, om weer terug te komen waar jij was, qua niveau, zeg maar. En dat ging wel redelijk goed, maar Milan en ik skateboarden toen die tijd ook. Dus Enzo die zat op zijn skateboard zoals een baas en hij deed zo'n vloep, hij deed zo'n ollie of zo, weet ik veel wat. Oh nee, ik deed zo'n grind, weet je wel, dat je achterover zo vet lang op 2 wieltjes op de achterkant. En toen flikkerde ik achterover en ik zwaaide met mijn arm zo bam, vol op het asfalt. Ja hoor, gebroken pols. Zwaar gekneusd scheenbeenvlies, 6 weken was ik weg. Gebroken pols was ik ook een paar weken weg. En toen was ik daarna weer hersteld, na weet ik veel hoeveel maand. Competitie duurde nog 3 maanden of zo. En ik kon terugkomen. En, maar ze lieten het mij niet toe. Ze zeiden van, nee Enzo, je mag er wel weer bij. Maar we wachten nog een paar wedstrijden. Een paar wedstrijden waren voorbij gegaan. Ja Enzo, je komt weer in D1. 3 wedstrijden voorbij. Ja Enzo, je komt echt weer in D1 hoor, dat beloven we je. Weer een paar wedstrijden voorbij. En dat bleef maar doorgaan en dat bleef maar doorgaan. En ik wou zo graag weer op dat niveau keepen. En ik wou zo graag gewoon verder gaan. Alleen ze liet het maar niet toe. Ze beloofden van alles en ze kwamen het allemaal niet na. Dus toen op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je wat. Fuck jullie. Ik kwam in jullie team. En ik wil niet zeggen dat ik de enige ben die het heb gedaan. Maar ik kwam bij jullie in het team.
Jullie stonden, weet ik veel, fucking 20ste. Ik kom bij jullie in het team. Het gaat goed, weet je wel. De team spirit zat er ook wel in, ook al mocht iedereen niet mij. Maar weet niet, een of andere. Iets deed het gewoon, dat het team compleet was. En het team ging zo goed. En we stonden toen tweede. We stonden tweede. Ik ging weg, dat was dus allemaal rotzooi. En op een gegeven moment toen zei ik van, weet je wat jongens, ik vertrek bij jullie club. Fuck jullie allemaal, bekijk het maar. Ik had het gewoon niet meer. Ik dacht, flikker me mooi op. En dus ik ben er vanaf gegaan. En dat was fout weet ik niet. Maar dat is iets waar ik nog steeds spijt van heb. Dat ik die keuze heb gemaakt. Het is niet leuk dat ze je dingen beloven, maar ik had gewoon door moeten gaan met voetbal. Alleen uiteindelijk zijn ze nog ineens derde geworden ook. Ze stonden op de tweede plek. Uiteindelijk zijn ze vierde geworden. Dus lekker voor jullie. Maar dat is een keuze die ik heb gemaakt. Sindsdien heb ik nooit meer op voetbal gezeten. En altijd weer als ik mensen zie voetballen of als ik veel voetbal, denk ik van Enzo, kom op man, ga weer voetballen. Ik heb het nog steeds, nu ook weer. Kom op, ga voetballen. Ajax, hey! Maar op een of andere manier houdt iets me tegen. Ik weet het niet. En ik weet op zich wel wat me tegenhoudt. Maar dat is misschien leuk om een andere keer te vertellen. Ik hoop dat jullie dit weer een leuk iets vonden. Een leuk verhaaltje. Het was een beetje een voetbalstory van Enzo Knol. En nu is het tijd om even te gaan huilen dat ik van voetbal af ben gegaan. Go!